Hoi en welkom bij Beauty Gloss en vandaag ben ik in Hongkong waar ik weer eens iets geks voor jullie ga testen. Ik vroeg jullie laatst wat jullie leuk zouden vinden, of jullie suggesties hadden. En een aantal mensen reageerden met dat ze het leuk zouden vinden als ik een lipmasker zou proberen. En lo and behold, ik heb niet zomaar een lipmasker hier gevonden. Ik heb een freaking jelly lipmasker gevonden. Cherry Jelly Lips Patch lipmasker. Het is Vitalizing Hydro Care Cherry Extract Cherry Jelly Lip Patch Vitalizing met een katje erop met een kers in zijn mond. Dit is hoe die er close-up uitziet. Een jelly masker. OMG. En dit is de achterkant. Zoals je ziet, een kat die hem op zijn lippen heeft. En gelukkig staat er op deze Engelse beschrijving. Dank allemaal voor de tip wat betreft Google Translate. Maar wacht. Kijk dit. Ik zit te kijken en kijk de vloeistof. De vloeistof gaat heen en weer. Net als zo'n telefoonhoesje wat ontploft. Of gewoon alles waar jelly vloeistof in zit. Kijk, het valt. Het valt al. Nou ja. Anyway, op de achterkant staat Cherry Jelly Lip Patch van Etude House. Ik heb dit gekocht bij Etude House. Het is een super cute winkeltje, ook hier mijn eigen merk. The lip patch keeps your lips moisturized, revitalized and plump with triple care from cherry extract, sodium, hyaluronate and collagen. Directions. Place onto clean lips and leave on for 10 to 15 minutes, massaging remaining products into lips. Oké, we gaan het doen. Laten we het proberen. Het ding is wel, als ik dit op heb, kan ik natuurlijk niet praten, maar ja, we zullen zien. Oké, laten we hem openen. We gaan hem openen. Zo. Oh, het jelly masker. Oh, wauw. Dit ziet er geweldig uit. Nu al. Oké, we gaan hem maar uithalen. Oh. 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 En ik plak hem op mijn lippen. Daar gaat hij. Ik ga hem daarna 10 tot 15 minuten erop laten. Moet ik zo doen? Of moet ik... Oké. Okay. Oh, ik moet dan gaan liggen. Ik wil niet goed zitten. Het is echt vies. Het likte eraan. Snap ik nog allemaal. Hij laat niet zitten. Kijk, hij glijdt eraf. Kijk. Ik ga even lucht pakken. Serieus, tot zo. Dit was echt het meest weird ass masker wat ik ooit op mijn... Hier, kijk nou. Kijk even. Zo. Het is gewoon jelly flubber. Het is vies. Het blijft niet zitten op je lippen. Ja, mijn lippen voelen wel een beetje gevoed. Maar niet zacht of zo. Ze zijn niet fluweelzacht. Ja. Ja, wat kan ik zeggen? Het is een hele leuke... Ik ga hem even hier houden, want dit is gewoon te grappig. Cute gimmick. Hij klinkt ook flubberig. Hier, luister. Bij de microfoon. Gimmicky. Ik heb ook niet het idee dat mijn lippen dikker zijn of zo. Niet dat. Nee, oké. Ik ga er nooit meer over praten. Dit wil ik heel graag doen. En dit.
Wacht. Close-up. 1, 2. Yes! Het masker. Oké, conclusie. Niet zo heel spannend dit. Het is grappig, het is jelly, maar het werkt niet lekker. Het valt van je lippen af, je moet gaan liggen. En eigenlijk, het smaakt niet eens lekker of zo. Dus ja, klein beetje zonde. Hij was geloof ik 3 euro, wat ik ook best duur vind. En weet je, als je jelly leuk vindt, je denkt Aziatische beauty producten, oh, iets jellyachtig, ga dan voor de jelly oogpad. Want dat is echt gek. Dat is awesome, werkt supergoed. Het lijkt hierop, maar dat blijft wel plakken. En je hebt echt gewoon dat de huid onder je oog goed gevoed is. Dus dat is mijn tip. En dit was hartstikke leuk, maar nee. Ik hoop dat jullie het leuk vonden dat ik dit getest heb. Doe een duimpje omhoog als je het cool vond. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie snel weer. Doei doei!